Team Meppelink, CDA, je ziet er moe uit, het is denk ik een lange vergadering geweest, je hebt er heel veel werk in gestoken, maar het is denk ik niet helemaal gekregen wat je wilde. Nee, helaas. We hadden uiteindelijk iets van 20 amendementen ingediend om te proberen toch nog het plan naar ons idee beter te maken. Daarvan zijn er maar een paar aangenomen, maar eigenlijk voor ons de belangrijkste niet eigenlijk. Ja, jouw fractie stemde verdeeld. Je hebt tegen het voorstel gestemd. Ja. En voor mij heb jij ook een van die dingen die jij continu aangeeft, is de tijd dat je zegt, ja, het is een plan voor 20 jaar, maar deze raad is er over 20 jaar niet meer. Er moet meer mogelijkheden zijn om tussenin te breken. Dat heb je helemaal niet voor elkaar gekregen. Nee, dat heb ik niet voor elkaar gekregen. En dat vind ik echt heel jammer. En kijk, ik neem mijn taak als volksvertegenwoordiger heel erg serieus. En ik vind ook dat de komende raden ook hun volksvertegenwoordigende taak goed uit moeten voeren. En eigenlijk zeggen we nu met dit middengebied van we stellen nu een bestemmingsplan vast dat zo globaal is dat het college voor de komende 20, 30 jaar zijn gang daar kan gaan. Zonder dat er ook nog maar iets langs de raad hoeft. Ja, financiële gedeeltes, maar hoe het dorp er straks uit gaat zien, dat hoeft niet langs de raad. En dat vind ik lastig. Want daarmee stellen we niet alleen de komende raden, dat die geen volksvertegenwoordigende rol meer hebben. Maar ook de inwoners, die kunnen eigenlijk niet meer opkomen voor hun eigen belangen. Voor wat er om hen heen wordt gebouwd. En daar heb ik echt moeite mee.